Hoe werkt de bediening van de nieuwe Opel Vivaro en wat zijn handige dingen om te weten? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een open model, zoals deze, of met uitleg over een open systeem. Dan ben je nieuw hier, bekijk je voor het eerst ons kanaal. Ik zou zeggen, word meteen abonnee. Het kost je verder helemaal niks en je krijgt elke week als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, hier achter mij staat hier de nieuwe Opel Vivaro. En in deze video ga ik je uitleggen hoe het bediening eigenlijk werkt, dus hoe het interieur eigenlijk werkt. Waar elk knopje voor is, wat zijn leuke dingen om te weten en welke mogelijkheden zijn er allemaal. Nou, en hier zitten we dan in het interieur van de nieuwe Opel Vivaro. Nou, we zitten momenteel in de Innovation uitvoering. Dat is ook de meest luxe uitvoering. Niet alles wat ik nou ga behandelen zit standaard op de Opel Vivaro, maar kan uiteraard wel worden bijbesteld. Er is ook nog een Edition uitvoering, die is ietsjes minder luxe zoals deze. Maar ook daarin kunnen sommige punten wat hier wordt uitgelegd ook worden bijbesteld. Nou, dan begin ik om de auto te starten. En bij deze auto is het keyless entry systeem bijbesteld. Daar hebben wij ook een video van gemaakt. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken. Zodat je die in alle rust ook kan bekijken. Er zitten uiteraard drie knopjes op. Open en dicht. En nog een apart een voor de achterdeur om die nog te sluiten. Maar je kunt ook je hand eigenlijk aan de deurgreep vasthouden. Waardoor die open of dicht gaat. Om te starten kun je dus op de startknop drukken. Daarbij moet je uiteraard wel de koppeling ingedrukt houden. Doe je dat dus niet, dus je zal geen pedaal indrukken. Je drukt alleen op de knop. Dan gaat hij op het contact. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi om een keer om ook te weten. Zodat je hem ook heel makkelijk dan op contact kunt zetten zonder dat de auto dan gestart wordt. Nou, in dit geval ga ik hem starten, dus ik druk de koppeling in en ik druk dan op de knop. Ik hoef die knop uiteraard niet ingedrukt te houden. Ik kan gewoon één keer drukken en dan gaat hij eigenlijk gelijk al aan. Kan zijn dat de koude TV iets wacht. Hè? Om natuurlijk eerst even warm te worden, maar het gaat vrij snel. Begin ik aan de linkerkant. Daarmee kunnen we de spiegels dus instellen. Kan ik heel makkelijk hier naar links of naar rechts de spiegel instellen als eerste. Dus stel voor dat we de linker spiegel instellen, dan doe ik deze naar links. En ik kan hiermee zo de spiegel instellen hoe ik hem wil hebben. De voorramen zijn uiteraard hier elektrisch mee te bedienen. En wil ik de buitenspiegels inklappen, bij deze auto gaat het automatisch als ik de auto afsluit. Maar als ik dit knopje dan in het midden zet, en ik zal dan het knopje naar beneden drukken, dan worden de spiegels ook elektrisch ingeklapt. Bij deze auto is het head-up display bijbesteld. Die kan ik hiermee instellen op precies de wensen zoals ik hem heb. Dus ik kan het scherm iets hoger doen of iets naar beneden, of iets donker of iets licht. Nou, ik hoop dat ik het goed kan zien, maar hier zien we dus het head-up display. Als ik de auto start, dan gaat hij uiteraard dan ook aan. En daar kan ik heel makkelijk, mooi en veilig ook de informatie zien zonder dat ik mijn ogen eigenlijk van de weg afhaal. Mocht het zo zijn dat je zegt van nou, ik wil hem eigenlijk uitzetten, dan kan het natuurlijk als je de auto uitzet. Maar je kunt ook zeggen van ik maak deze, druk ik heel vaak op het maandje, op het donker te maken. En als ik die ingedrukt hou, dan gaat hij op een gegeven moment ook weer weg. Nou, en als we hier naar de bediening van het stuurwiel gaan kijken, dan zien we aan de rechterkant zien we hier een wieltje waar je eigenlijk door de voorkeurszenders bij langs gaat. Van het infotainment systeem. Dus dan kan ik hier heel makkelijk mijn voorkeurszenders dan belangs. En ik kan hier ook mee bevestigen. Zodat ik heel makkelijk naar een volgende radiozender toe kan. Dan zitten hier nog een drietal knopjes. De bovenste is eigenlijk om de telefoon ook op te nemen. Heb je geen telefoon gekoppeld. In dit geval dan kan je daarna ook de bronnen belangs. Dus de radio, bluetooth, usb of ipod. Dus dat is een dubbele functie van deze knop. Nou, de middelste knop, daarmee kan ik de spraakbediening activeren. Als ik deze knop indruk, dan hoor ik een pieptoon en dan kan ik inderdaad het systeem een commando geven. Moet ik wel bijzeggen dat niet elke functie daarbij ook heel vlekkeloos werkt. Dus ik zal in dat geval eigenlijk meestal de CarPlay functie dan ook adviseren. Ja, die werken eigenlijk, vind ik persoonlijk wel wat beter. En eronder zit nog een knop met list en daarmee kan ik ook de zenderlijst bij langs gaan. Nou, aan de rechterkant zien we hier dus een plusje en minnetje. Dat is voor harder en zachter voor het audiosysteem. Dan kan ik daar zo mee regelen of hiermee het geluid uitzetten. Configuratie aan de linkerkant, daar zit ook een wieletje. Daarmee kan ik de bordcomputer die zich daar bevindt, kan ik de informatie zien. Hoeveel kilometers kan ik nog rijden op de tank? Wat is mijn dagteller? Wat is mijn verbruik? Wat is mijn gemiddelde snelheid? Allemaal informatie die je hiermee ook kunt vinden.
En achter het stuurwiel daar vinden zich nog twee hendels. Als we de bovenste gaan kijken, dan stuur ik ook de richtingenwijzer. Nou, die werkt eigenlijk bij de meeste auto's natuurlijk ook wel hetzelfde. En daarmee kan ik ook de verlichting nog instellen. Ik kan hem hier mee zetten op startlicht of op automatisch. En daaronder, daar zit de cruise control. Nou, die zit natuurlijk op een hele handige plek. Hè? Want je kunt je handen dus mooi in het stuur houden. En hierachter gewoon eventjes de cruise control instellen. Er zitten twee standen op. Dit is dus het eerste om goed om te weten dat je hem instelt of op cruise control of op limiet. Het limiet wil zeggen dat dit een begrenzer eigenlijk is. Nou, wanneer ik hem op de cruise control zet, dat kan dus hier aan de voorkant of hier aan de achterkant, kan ik hem dat er ook mee instellen. En wanneer ik hem op de cruise control zet en ik rijd bijvoorbeeld nou, pak een beetje 80 km per uur, dan kan ik hem hiermee activeren. En dan als hij helemaal ingesteld is, dan kan ik hier nog wat harder doen of wat zachter. En alles werkt natuurlijk heel makkelijk mooi met deze bediening. Ik kan hierop drukken, maar ik kan hier aan de achterkant kan ik ook dezelfde knop indrukken. Nou, hierachter bevindt zich een hendel voor de ruitenwissers. Nou, die kan ik op de regensensor ook zetten. Dan doe ik hem één keer naar beneden. Dan zie ik ook in het display zie ik ook staan dat de automatische ruitenwissers zijn ingeschakeld. En als ik hem omhoog doe, dan kan ik dus op de handmatige versie. En dan gaat hij uiteraard van het automatisch gaat hij dan af. Nou, het display hierachter bevind ik zich rechts het toerental. Links de snelheidsmeter en boven zitten nog twee kleine meters. Links voor de brandstof. En rechts ook voor de motortemperatuur. In het midden hier ook de bordcomputer. En daarmee kan ik dus de informatie ook zien. Ik kan ook zien hoe hard ik rijd. Geeft hij ook dus met de digitale snelheid. Geeft hij daaraan. En hieronder kan ik inderdaad ook nog zeggen van ik wil wat donker of wat licht. Afhankelijk van de wensen die ik daarvoor voor heb. Nou, dan zijn we nu aanbeland bij het infotainment systeem. Bij deze auto zit dus een navigatiepakket is hierbij besteld. Dit heeft hij dus niet standaard. Standaard is de Innovation voorzien van een mogelijkheid door Apple CarPlay en Android Auto. Maar je kunt daarbij ook nog het navigatiepakket bij bestellen. Waardoor je ook Android Auto en Apple CarPlay krijgt. Maar ook dus een geïntegreerd navigatiesysteem. Nou, hoe Apple CarPlay en Android Auto werkt, we hebben daar video's van gemaakt. Ik zal ze hierboven uiteraard ook even toe in linken. Zodat je hem makkelijk ook kunt bekijken. De eerste knop is om de instellingen eigenlijk te veranderen. Daarbij vindt zich ook heel veel veiligheidssystemen die je dus aan of uit kunt zetten. Dus ja, meestal loop je daar natuurlijk even doorheen en zeg van nou, dit wil ik zus, dit wil ik zo. Zodat je uiteraard je eigen instelling daarvan hebt. De tweede knop die eronder zit, daar komen we eigenlijk bij de radiosenders komen we dan eigenlijk uit. Nou, we hebben een aantal senders hebben we hier al ingeprogrammeerd. Wil je een sender opzoeken die je niet bij staat, druk hier op lijst. Dan heb je alle radiosenders die je kan vinden. Dan kun je heel makkelijk hier met je vinger eigenlijk door alle senders belangs en zeg je van nou, ik wil bijvoorbeeld deze sender wil ik op mijn favorieten. Ik kan van een van deze vijf kiezen of ik kan bijvoorbeeld nog verder kijken. En als ik een zender heb zeg van nou, die luister ik toch niet, hou ik hem ingedrukt en zo kun je een zender ook weer veranderen. Nou, je kan dat uiteraard ook nog op frequentie en dan kun je eigenlijk op, ja, zoals de ouderwetse vroege manier altijd ging, kun je zo door het hele gebied heen om je favoriete radiosender ook op te zoeken. Nou, en uiteraard hè, is deze auto dus voorzien van AM en FM, maar ook naar DAB. En dan druk je rechtsboven op band en daarmee kun je ook nog naar DAB toe. En rechtsonder is de knop bronnen en daarmee kan ik dus ook nog naar de Bluetooth, naar de USB of naar de iPod. Nou, de knop linksonder met het pijltje en de N, dat wil zeggen, dat is de knop om naar het navigatiesysteem toe te gaan. Wanneer ik hier bij het navigatiesysteem ben beland, zie ik dus hier de kaart waar ik momenteel dan ben. Wil ik een route invoeren, druk ik heel makkelijk op zoeken. En dan kan ik hierboven eigenlijk gelijk het adres al intypen. Ik hoef niet eerst plaats, straat, huisnummer. Ik kan gelijk het adres kan ik gelijk al intypen. Hij zal er dan op volgorde van ja, dichtbij tot ver weg, zal hij dat dan weergeven. En zo kun je heel makkelijk en snel ook de route dan ook invoeren. Je kan uiteraard ook nog linksonder bij menu kun je ook nog adres invoeren. Dat gaat dus wel op die manier, hè, met plaats, straat en huisnummer. Mijn bestemmingen, je kunt dus je eigen bestemming natuurlijk ook opslaan. POI's, oftewel Points of Interest. Dat zijn nuttige plaatsen. Stel voor dat je een bouwbedrijf zoekt of een bepaald ander bedrijf. Dan kun je dus heel makkelijk daarmee ook zoeken. En je kan bijvoorbeeld ook nog een route invoeren. Zeg van nou, ik wil bijvoorbeeld eerst hierheen, dan daarheen. Dan kan je dat ook heel makkelijk instellen. En ook de criteria. Dus zeg je van nou, ik wil bijvoorbeeld altijd de snelste route of de kortste of de ecologische route, noem het dan maar op, wel of geen snelweg. Je kunt het allemaal heel makkelijk hier ook instellen. Vergeet dan niet, dat geldt bij elke instelling, dat is wel een tip die ik je mee wil geven. Vergeet dus niet om elke keer even op het groene vinkje linksonder te drukken. Dat geldt ook als je de tijd aanpast of de datum. Probeer altijd even, bevestig hem altijd via het groene vinkje, zodat hij uiteraard ook opgeslagen blijft. En rechts kan ik ook nog de instelling van het navigatiesysteem kan ik daar ook veranderen. Daar bedoel ik meer mee, wil ik de rijrichting naar het noorden toe,
Hè, of wil ik wel wat gebouw of terrein laten zien. Je kunt het allemaal ook hier instellen naar eigen wens. Nou, als ik de knop rechtsboven gaan indrukken, dan kom ik eigenlijk op de profielen die ik dus kan instellen. Mochten er meerdere bestuurders zijn, is het natuurlijk heel handig. Zodat je dus ieder zijn eigen profiel kan instellen. En dat je daar dus uiteraard geen ruzie door krijgt dat de een weer andere instellingen heeft weer veranderd. Kun je heel makkelijk hieronder dus de profielen aanpassen. En wat er ook een handig is kun je hiermee ook het scherm uitzetten. Dus wanneer je bijvoorbeeld straks rijdt en zegt van het is me wat te fel, kan ik het heel makkelijk daarmee ook het scherm uitzetten. Als je één knop indrukt of er op het scherm tikt, gaat hij heel makkelijk weer aan. Nou, de knop met eigenlijk de vierkantjes, de vier vierkantjes, daarmee kom je eigenlijk tot de CarPlay functies. Zoals ik al zei, Apple CarPlay, Android Auto. Nou, ik zal ze hierboven even linken, zodat je ze ook rustig kan bekijken. En mocht je niet uitkomen, geef het aan. We helpen uiteraard graag. En aan de rechterkant, rechtsonder helemaal, het knopje met het telefoontje erop. Dan komen we uiteraard op de instellingen van een telefoon. Nou, het makkelijkste om een telefoon te koppelen is eigenlijk om op deze knop te drukken. Zodat je dit scherm krijgt. En dan met je telefoon te gaan zoeken naar het systeem. Nou, dan de rest wijzigt in principe wel. Het is natuurlijk een paar keer bevestigen. Bij de iPhone gaat het in principe wel met een paar klikken. Of voor mij zelfs met één of twee klikjes. Bij de Android-toestellen zou je ook nog toestemming moeten geven tot de berichten bijvoorbeeld. Of je contactpersonen. Maar dat wijzigt ook allemaal wel. Dan wil het wel eens voorkomen dat bijvoorbeeld bij een tweede telefoon dat die niet tegelijk achter elkaar ingesteld kan worden. Er zijn eigenlijk twee tips voor. Aan de ene kant kun je zeggen vanaf de andere telefoon die dan verbonden is, dat je daar de Bluetooth even van uitzet, zodat de andere telefoon ook makkelijk vindbaar is. Dat wil wel eens lukken. En anders zou je de auto even uit moeten zetten, even de deuren open, twee minuutjes wachten, weer dicht en dan opnieuw proberen. Dat wil ook nog wel eens helpen. Nou, en onder het infotainment systeem, daar bevindt zich het kachelsysteem. Bij deze auto is dat een klimaatcontrole. Dat is dus niet standaard. Standaard is hier voorzien van een airconditioning systeem. Daarbij kun je bij de klimaatcontrole dus de temperatuur links en rechts instellen. Dat kan inderdaad op de halve graad zelfs ook nog. Mocht je veel alleen rijden, dan kun je hem ook op mono zetten. Dat die dan dus elke keer beide gewoon hetzelfde aanhoudt. Automatisch, dat is de mooiste stand. Dat regelt hij dus helemaal zelf. Hij zorgt precies waar de lucht vandaan komt. En mocht het voorraam beslaan, dan kun je deze knop indrukken. Zodat het voorraam mooi weer helder wordt. En de spiegelverwarming die zit hier aan de rechterkant. Nou, voor de rest kan ik natuurlijk automatisch. Maar ik kan ook zeggen, van ik wil zelf weten waar ik de lucht vandaan wil hebben. Bijvoorbeeld bij de voeten of bij het midden of boven. Dan kan ik hier met de knop linksonder kan ik dat regelen. De knop die daarboven zit. Dus de recirculatie, dat er geen lucht van buitenaf naar binnen toe gaat. Kan handig zijn in de zomer als het heel warm is. Dat er dus geen warme lucht naar binnen toe gaat. Dus dat het extra koel wordt in de auto. Ja, of wilt nog hier in het noorden wel eens gebeuren, een giertank voor je rijdt. Ja, dan is het natuurlijk niet heel prettig. Daarmee kun je er ook mee uitschakelen. Aan de rechterkant kan je hier de aanjager nog harder of zachter zetten. Maar wat ik zeg, meestal adviseer ik om hem gewoon op automatisch te zetten. Dan regelt hij het helemaal zelf. En dan hoef je in principe alleen nog maar hier de temperatuur mee in te stellen. Bijvoorbeeld iets warmer of kouder wat je wil hebben. En de rest gaat allemaal automatisch. Nou, dan komen we bij de knop hieronder. Links is dus voor de deuren te vergrendelen. Dat kun je automatisch ook instellen als je wegrijdt. Dat de deuren worden vergrendeld. Dus dat is de vergrendeling die aan de buitenkant dicht gaat. Aan de binnenkant kan ik de deur gewoon weer open doen. De knop die daarnaast zit is eigenlijk voor de achterdeuren. Dus heb je bijvoorbeeld duur gereedschap of iets erin. Ja, zou ik ook al adviseren om die dicht te doen. Zodat er uiteraard ook niet iemand zo makkelijk bij kan. Alarmlichten, dat is hiermee. En hier nog de USB-aansluiting. Nou, bij deze auto is ook nog een stoelverwarring bijbesteld. Aan de rechterkant zit hij hier dus voor de bijrijderspositie. In dit geval is dat een bank. Die kan ik hiermee, op 0 staat hij uit. 1, 2 of 3 kan ik die instellen. Voor de bestuurderskant zit hij hier links naast de stoel. Daarmee kan ik hem heel makkelijk ook instellen. Nou, de versnellingspook. Hij is natuurlijk leefbaar, handgeschakeld en automaat. In dit geval zitten we in de 2 liter diesel 150 pk. En dat is ook wel een hele fijne motor. Ook met een hoog aanhangergewicht. 6 versnellingen heeft hij ook. Achteruit is bij Opel, bij de meeste auto's inderdaad. Even een dingetje omhoog en dan gaat hij zo naar achteruit. Nou, bij deze auto is nog een achteruitcamera bij besteld. Dat zit in het pakket samen met het navigatie. Dus dat is eigenlijk wel een heel aantrekkelijk pakket. Hiermee zien we dus wat er recht achter je bevindt. Waarbij je heel makkelijk ook de rode lijn kan zien. Dat is eigenlijk wel het maximale wat je verder kan. Trek ik steeds nog ietsjes uit bij deze. En dit is ook je stuurlijn. Dus wanneer je dus een bocht maakt, geeft hij precies aan van welke kant je ongeveer op gaat.
Hiernaast zie ik dus ook eigenlijk een weergave van bovenaf. En dat is natuurlijk een hele slimme camera wat hierin zit. Want het lijkt natuurlijk net of hierboven een drone vliegt die het mooi in de gaten houdt. Maar hij neemt dus van tevoren, neemt hij dus de grondpositie neemt hij van tevoren op. En dat projecteert hij later op deze manier dan weer terug. Dus je ziet het real-time. Maar het is echt een hele slimme camera. Waardoor het voordeel van dit is dat bijvoorbeeld als je achteruit bijvoorbeeld in een parkeervak moet staan, dat je heel mooi kan zien van sta ik er mooi recht in. Nou, linksonder, daar kan ik, als ik daar op die knop druk, dan staat nu op de stand automatisch. Kan ik ook nog een ingezoomde weergave doen. Maar waar ik naartoe wil is de weergave 180 graden. En daarmee zie ik heel mooi links en rechts of er nog wat aankomt. En dit is het zicht recht naar achteren. En hier kan ik heel mooi zien van komt er wat aan. Dus moet je bijvoorbeeld een drukke weg oprijden, dan kun je deze heel mooi inschakelen. En zodat je veilig ook de weg op kan. We hebben hier ook nog een uitgebreidere video van gemaakt. Dat is weliswaar voor de Crossland X en de Granite X. Maar het systeem is eigenlijk hetzelfde. Ik zal hem hierboven ook even linken. Zodat je die ook kunt bekijken. Nou, wanneer je hem weer achteruit haalt en je zet hem gewoon weer in de vrij. Blijft het beeld er nog even zo. Maar het zal een paar seconden zal het ook gewoon weer op het normale beeld zijn. Nou, we vinden aan de rechterkant ook nog een dashboardkastje. Die klik je open. Hieronder zit de knop. Die is goed verstopt. En als je open klikt, dan zien we hier nog het dashboardkastje. En hierboven zit ook nog een opwegruimte. Die kan natuurlijk heel handig zijn met spulletjes. Wat je denkt wat wel nodig is, maar wat je even heel makkelijk hier uit het zicht wilt hebben. Linksboven, daar bevindt zich ook nog een bekerhouder. Voor een kopje koffie onder andere. En bij deze auto, die is dus standaard, hè, zoals die hier staat, ook met een bank. Je kan eruit ook nog een stoel, kun je nog bijbestellen. Nou, en bij de bank, hè, dat wil ik je toch meegeven, is het ook mogelijk om een multifunctionele bank erbij te bestellen. Als je dan hier deze uittrekt, dan heb je hier ook nog een heel makkelijk mooi tafeltje bijvoorbeeld om bijvoorbeeld een laptop of iets anders mooi op te kunnen zetten. En wanneer je dat bijbestelt, en dat kan ook alleen met een combinatie met elkaar, dan zou je ook nog een doorlaatluik kunnen bijbestellen. En dat is wel heel makkelijk, want die zit dus aan de onderkant en achterin. Als ik hem open schuif, dan kan ik dus heel makkelijk mooi alles doorladen. En dus als ik bijvoorbeeld iets groots moet vervoeren, lange buis of noem maar op, kan het heel makkelijk zonder dat ik een Imperial nodig ben. Wij hebben ook een video gemaakt van de Vivaro, ook met deze uitleg erin. Ik zal hem boven uiteraard even linken, zodat je die ook kunt bekijken. Nou, de laatste tip die ik ook mee wil geven is eigenlijk ook het akoestische tussenschot, die zal ik ook altijd meebestellen als ik op zoek ben naar, als je op zoek bent naar een Opel Vivaro. Je hebt er weliswaar ook dan een raam in. He, nou is dat niet het meest grote voordeel, maar wat wel een heel groot voordeel is dat de stoel, dus zeker de bestuurstoel, ook wat verder naar achteren kan. En dat kan soms zo'n dikke 10 centimeter kan dat schelen, waardoor je inderdaad meer beenruimte krijgt. En meer schouderruimte. Dus een stukje extra comfort is natuurlijk nooit verkeerd. Dus dat is een optiecode, akoestische tussenschot. En dat is wel een optie die vaak wordt besteld en die we eigenlijk ook altijd adviseren. Zeker bij de wat langere mensen onder ons. Nou, ik hoop je hiermee een heldere en duidelijke uitleg te hebben gegeven over het interieur, over de bediening van de nieuwe Opel Vivaro. Nou, natuurlijk kan ik me voorstellen als er nog vragen zijn. Je kunt ze hieronder intypen, dan wij reageren eigenlijk heel snel om je vraag te beantwoorden. Ja, het kan soms zijn dat we ook even moeten zoeken naar het antwoord. Maar we proberen uiteraard ook snel mogelijk daarop te reageren en ook serieus uiteraard. En je kan ook een mail sturen naar hendrik@liewesdrode.nl. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt weer een nieuwe video. En ik zou zeggen, dan zien we elkaar weer. En vergeet het niet om abonneer te drukken. Dat kan heel makkelijk door te drukken op deze knop. Het kost helemaal niks. En je blijft elke week als eerste krijg je bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Mijn naam is Hendrik Liewes. Bedankt voor het kijken. En graag tot ziens.